Welkom bij. Ultra Games 93. Hallo kijkers van Ultra Games 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed Liberation HD. Yeah! Jongens, het is een flinke tijd geleden dat ik deze game voor het laatst heb gespeeld. Maar we zijn weer terug. We zijn weer volledig terug, jongens. De grote comeback is in werking gezet, dus gelukkig mag ik deze woorden vaker zeggen. Welkom weer terug bij Liberation HD. Jongens, ik sta in ons kantoor omdat ik simpelweg even wou kijken waar ons geld bleef. Want ik zag dat ons geld echt veel te weinig was. En het mooie is, wij kunnen dat met boten doen. Dus als wij een beetje kunnen zien waar onze boot blijft. Traveling from. Oké, dus eigenlijk zouden wij in 4 minuten ongeveer ons geld moeten krijgen. Nou, dat is op zich niet zo heel erg. 4 minuten vind ik niet zo heel erg. Jongens, wat wij trouwens vandaag gaan doen, is wij gaan vandaag verder met de hoofdmissies. Ik weet helemaal niet waar we waren in ons verhaal, maar volgens mij waren we op weg naar Mexico. En waarom gaan we bezig met de hoofdmissies? Omdat we de vorige keer hebben gecheckt en heb ik teruggekeken in de video of er zijn missies waren. En die waren er niet. We hebben dat met alle outfits gedaan en ook in de bayou. Er waren geen zijn missies. Dus we gaan vandaag gewoon lekker een hoofdmissie doen. Oh god. Laten we even een poster wegdoen, want we zijn nog... Dinges. We zijn nog berucht, of hoe je het ook noemt. De kaart. Dan kunnen we even zien waar de hoofdmissie is. Dan gaan we nog even één keer heel snel checken. Hier niks. Hier niks. Hier niks. Nou ja, weet je, jongens, ik kreeg toen ik de game opstartte, wel de melding, er zijn nieuwe producten in de winkel te koop. Maar ja, goed. Als je kijkt naar ons geld, ik weet niet of het een E of een L is, maar laten we zeggen, 53 goudstukken hebben wij. Dat is echt veel te weinig om een wapen te kopen, denk ik. Maar een wapen kost al gauw 200 of zoiets. Dus als ons bootje binnen is, kunnen we zeker meer doen. Maar tot die tijd zullen we helaas eventjes de arme sloebertjes moeten wezen. Maar gelukkig hebben we al onze pijltjes nog en onze hidden blade en dat soort dingen. Even kijken, waar is de hoofdmissie? Daar is de hoofdmissie. Wat is dit? Wat is... Wie ben jij? Interact. Oké, ik weet niet wat dat was. Maar ja, goed. Er staan nu allemaal sterretjes op de kaart. Oké, ik weet niet wat het inhoudt, maar we gaan nu gewoon eventjes langs die mensen. Ik weet niet wat dit inhoudt, jongens. Oh. Omhoog, anders lieven we die area. Ik weet dus niet wat het inhoudt, maar wat maakt het uit? Het is iets wat we kunnen doen. Nou ja, tadaa! Gedaan, en dan? En dan? Wat is dan het idee? Want ik heb dus geen enkel idee wat ze van plan zijn. The inside ability is ready and you can trigger it. Oké, interact. Wat gaan ze doen? Oh, ze gaan vechten. Oké. Nu zou ik zeggen, laten we kijken hoe dit ervoor gaat. Even kijken. Ik moet even kijken hoe dit ook weer ging, jongens. Dat vechten, want het is weer een flinke tijd geleden. Maar ja, het is even makkelijk nog steeds. Hoppakee. Auw. Oké. Ga maar even liggen. En wat rust heb. Oh god. Jij ook nog? Hoppakee. Ik was vergeten hoe vet dit was. Oké, jongens, ik weet niet wat dat in één keer was. Hun wouden even zelfmoord plegen, maar goed. De zelfmoordbrigade. Je komt van alles tegen hier. Maar goed. Na een demonstratie te hebben gehad van hoe de zelfmoordbrigade te werk gaat,
gaan we maar mooi verder met wat we echt aan het doen waren. En dat is... Nee. Nee, gozers, echt, echt. Nou ja, goed. Dan doen we nog een keer een zelfmoordbrigade. Kom maar op. Zelfmoordbrigade, here we come. Oké. Hun winnen al met ons vechten. We hebben trouwens $13,000 erbij. Hoppakee. Jij gaat dood. Kom maar op. Nog iemand? Zeker iemand. Hoppakee. Volgende. Wie? Jij? Hoppakee. Hoppakee. Hop. En tjak. Even kijken. En jij had nog wat, hè? Kom maar hier. Ah shit, dit doet pijn. Oké, dan doen we het zo. Hop, hop en hop. Welterusten. Nou ja, die mensen zijn dood. Hebben we er nog één? Waar? Daar. Kom maar op. Kom maar op. Even kijken. Waar is ons wapenwiel? Even een pistooltje erbij pakken namelijk. Wat is ook alweer ons pistooltje? Hoe usen we ook alweer ons pistooltje? Ik weet dat het is heel erg jongens, maar... Oh ja, zo. Hoppakee. Opgeruimd staat netjes. Zo. Dat hebben we ook weer gehad. Even kijken. Ja, pak dat ding maar, joh. Ik vind het helemaal goed. Even kijken. Oh god, dan gaat hij weer bij ons bemoeien. Wat ga jij doen, jouw gozer? Ja, alsjeblieft. Op, zo, klaar. Jongens, en dan gaan we nu echt een hoofdmissie doen, hoor. Behalve van dit stuntelen hier. Want de zelfmoordbrigade is heel leuk, maar we gaan naar Mexico. Return to Mexico. Find the missing half of the prophecy desk. Oké, start memory. We gaan naar Mexico. We gaan naar Mexico. Hé, hey, en we hebben ons assassin pakje weer aan. En we rennen weer naar Oranje. Oh, oké, we zijn er. 1772. Chichen Itza. The path leads south again to the missing pieces of the puzzle. Of the puzzle. Oeh, we gaan naar het, de missende onderdelen van de puzzel. Yay! Evelyn, you have returned. Yep, we zijn er weer. You're not afraid of me. Evelyn, I have passed more years missing you than mothering you. If I cannot know you now that you are returned to me, then why have I waited all this time? Hey, dat is mama. Leuk. Ik wist niet dat we onze moeder al hadden gevonden. Maar goed, het is ook een tijd geleden. Maakt niet uit. Hey mama. Oh, dat is waar, ja. We hadden mama gevonden, ja. Nou, we zijn er weer. Your father made me free, but I could never be free in Nouvelle-Orléans. Nee, dat begrijp ik. Not with the assassins watching. Are you free here? No, I traded one enemy for another. And welkom in het echte leven. Rest until they have what they seek. The missing shard of the disc. As long as it is here, I will always feel their eyes on me. But if someone were to remove it. Someone strong and resourceful. Ik voel me een beetje aangesproken. I might know someone like that. Yep. If you see her, please give her this map. And let her know about the old canoe that remained in the cenote after our last expedition. Tell her to go quickly. Somehow they are watching. If she was to be discovered, we would both. Fear not, Mama. You will know peace soon. Yep. Van de video is ook alweer halverwege. Dus voor je het weet, is het voorbij. Waar waren we? Oh, we zijn in een kampje. Ik dacht dat we terug gingen naar die grote piramide. Maar nee, we zijn gewoon in een kampje. Map not available. Oké. Okay. Get to the canoe. Ja, we gaan naar de canoe. Maar leuk kampje. Oké, okay. Get to the canoe. Even kijken, dan gaan we die kant op. En waar is de canoe? Ergens naar beneden. Kadertje. Ik vind dit trouwens echt een heel mooi gebied. Jongens, je kunt zeggen wat je wil, maar
Ik vind het echt een heel mooi gebied. Echt. Het is een keer wat anders dan het stad gebeuren. Oh, dit is trouwens ook heel mooi. Het is een keer wat anders dan het stad gebeuren. New Orleans is trouwens, heeft ook wel wat. Maar ik vind dit soort tropische gebieden vind ik toch veel mooier. Oh, die boot komt in één keer boven water. Oké. Hoppakee. Waar gaan we naartoe? Ja, ik weet wel hoe je een kano werkt hoor. We zijn wel eerder met een kano gegaan. Wacht even, wat was ook alweer... Wat was ook alweer varen? Dit is eigenlijk heel erg. Kijk, ik kan dit, maar wat was ook alweer varen? Oké, dit is echt heel erg. Ik zeg net... Jongens, ik weet hoe een kano werkt. Maar ik weet dus niet hoe ik naar voren moet gaan. Oké, dit is heel erg. We gaan even de options bekijken, want ik ben gewoon zo dom dat ik niet weet hoe een kano werkt. Ja, roeien. Maar goed, options en dan controls. En dan, dat begrijp ik. Maar ik bedoel... hoe werkt het? Want ik begrijp dat ik een keyboard en muis heb, maar hoe werkt het? Ik weet gewoon helemaal niet meer hoe het werkt. Nou, dan gaan we elk mogelijk knopje ontdekken. Even kijken hoor, elk knopje even proberen. Ja, ik weet hoe dit werkt. Oh, dat is achteruit. Dat is achteruit, dat moeten we niet hebben. Oh, het is gewoon het renknopje. Haha, oh god. Wildwaterbaan! Eigenlijk best wel vet. Moeilijk hè, hoe kano werkt. Maar hij doet het weer. En we hoeven niet eens te roeien, want het gaat bijna al mis. Hier, daar gaat het al mis. Oh, en we hebben ook nog een healbar. Oh god. Laten we hem... follow the stream, ja. Daar hoef ik niet eens moeite voor te doen, maar dan gaat het automatisch al. Oh god. Dit gaat nog mis ook. Oké, ontwijken. Ja, goed zo. Echt een wildwaterbaan dit. Het is net geen raften. Echt, het is heel moeilijk om die dingen te ontwijken. Want hij stuurt een beetje met een flinke slag. Dus ook al als je een kleine centimeter naar links moet. Dan gaat hij meteen al... Kijk, zo ver. Oké. Hij is al bijna kapot. Dus laten we niet zorgen dat hij heel... Oh god, 300 meter. Oké, heel snel... Dat ding is echt onstabiel als de millimoten. Oké, kom op, alsjeblieft. 130 meter. Als je kijkt naar wat er net is gebeurd, dan zou het moeten lukken. We gingen net 100 meter met een klein beetje damage. Oké, 30 meter. Dit moet lukken. Hoppakee. We gaan nog naar wilder water. Oké, dit is misschien niet ideaal voor de boot. En ja, om kapot te gaan, ja. En nu Evelyn, wat is nu het idee? Enter the Underwater Network. Oh, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wee! Oh, dat is helemaal niet zo diep. Ik dacht dat het echt enorm diep zou wezen, maar het valt hartstikke mee. Het valt echt hartstikke mee. Nou ja, goed. Wat is hier allemaal? Het is heel vet. Ik dacht dat het skeletten waren, maar het is gewoon wortels of zoiets. Het is heel vet. Even kijken. Oh, daar moeten we omhoog. Oké, maar ik wil toch even kijken wat hier is. Want Discoverer is toch leuk. Oké, niet zo heel veel bijzonders. Ik zie ook al waar we naar boven moeten. Aha, zie je? Als ik niks had gedaan. Als ik dit denk gemist. Oké. All Maya statues have been collected. En daar krijgen we precies niks voor. Oké, dat is leuk. Dat... moet ik vaker doen. Mailtjes ophalen en niks krijgen. Dat klinkt heel leuk. Maar goed. Zie je, als je niet had discovered, had je dat ook niet gevonden. Oké, oh, ik zie al waar we naartoe moeten. Hoppakee. Oh, dat parcours blijf ik toch geweldig vinden hoor. Het is een flinke tijd geleden dat ik dit gespeeld heb, maar ik blijf het mooi vinden. Dit is een geweldige game.
Ja. Ja. Oh ja. Ik dacht we moeten achteruit springen, maar dit werkt ook natuurlijk. Hoppakee. Oh, naar beneden, naar beneden. Of naar boven. Nee, we moeten juist gewoon... ja, waar moeten we naartoe? Dat is een hele goeie. Denk. Oké, we gaan gewoon weer naar beneden. Of moeten we gewoon hier naar binnen? Ja, en dan? Dat is even de vraag. Volgens mij kunnen we daar omhoog. Oh, wacht even. Aha! Ik denk niet goed genoeg. Nou, dan moet ik wel even een stuk beter nadenken. Moeilijk, hè, puzzelen, Dario. Soms wel. Soms is puzzelen echt enorm moeilijk. Maar in dit geval valt het wel mee. Hoppakee. We zijn er. En we gaan nog dieper. Wee! Dive. Oké, waar zijn we? Nog niet diep genoeg. Nee. Evelyn, dat is nog niet diep genoeg. Dus duiken. Oké, ik zie echt niks met die camera. Ja, nu wel. What's your breath indicator? Oké, wat is dan zakken? Dat is gewoon de camera naar beneden houden. Oké. Daar kan ik wat mee. Echt, ik heb een beetje struggles met de controls, jongens. Struggles met de controls. Het is ook zo'n flinke tijd geleden. Oké, kom op. Oké, naar beneden. Dat is leuk, dat was een valstrik onder water. Oké, we hebben airbubbles nodig. Daar is nu iets te laat voor. Echt, het zwemmen is moeilijk, man. Dat is echt enorm lastig. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Gewoon nog een keer opnieuw. Duiken. Duiken. Echt, die controls zijn een beetje lastig. Want ik moet ze weer eventjes helemaal opnieuw leren kennen. Even kijken. En dan gaan we een stuk sneller zwemmen dan net. Ik denk dat het gewoon heel veel camerawerk is. Oké, ik weet niet waarom ik stil ben. En mijn adem inhoud, maar dat maakt niet uit. Watch out for traps en obstacles. Het is gewoon heel veel camerawerk. Die kant op. We hebben echt air nodig. Hoppakee. Zie je? Na een beetje oefenen, een beetje leren, kom je er wel. Oké, kunnen we hier... Nope. Niet op die manier. Nee, omhoog! Oké. Evelyn! Dit wordt wel heel erg. Echt jongens, sorry hoor. Ik moet er weer even inkomen in deze game. Ik vind hem heel vet. Maar ik moet er weer even inkomen. Oké, we gaan gewoon naar beneden. Ik zie niks. We staan ondersteboven. Ik moet er gewoon weer even inkomen. En die traps, daar moeten we gewoon even leren doorheen gaan. Dan moeten we even kijken waar we het beste doorheen kunnen. Even kijken. Gewoon onder water. En zoveel mogelijk luchtplekken proberen te pakken. Ik weet de volgende alweer te vinden. Maar daar waren we net. En als we gewoon even langs die trap gaan. We moeten gewoon langs de zijkant. Bijvoorbeeld dit stuk. Dit is heel erg open. En daar kan je makkelijk doorheen. Dan gaan we gewoon links, want daar is lucht. En we hebben lucht nodig. Oké, niet naar beneden, ja. En hier is lucht. Dus heel snel naar lucht zwemmen.
Even dat metertje vol laten gaan. En we gaan weer terug. Van ja, we gaan weer verder. Terug zou een beetje nutteloos zijn. Oké, gewoon bovenlangs. En dan hier. Ik ging daar goed langs, game. Oh, ik dacht dat ik al boven was. Maar nu zijn we pas boven. Oh, gelukkig. Ik mag eruit. Oh, god. We zijn half dood. Ik haat die traps. Maar we zijn er toch een beetje doorheen gekomen. Wat kunnen we hier verder doen? Is hier verder nog iets te beleven? Nee, we gaan gewoon die kant op. Over het water heen. Nou ja, zolang we maar niet weer gaan duiken, vind ik het goed. Ik heb echt een hekel aan dat onderwatergedeelte. Die controles zijn veel te moeilijk. Die traps zijn veel te ingewikkeld. Als je denkt dat je er doorheen gaat, ga je er niet doorheen. Oh, dat ziet er interessant uit. Navigate underwater tunnels. Gelukt. Oh, leuk dat ze meteen ook de route vertellen. Maar het ziet er wel heel uitdagend uit. Dat vind ik wel leuk. Uitdaging accepted. Challenge accepted. Hop, 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 hop. Hop, hop. En we gaan weer verder. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Oké. En nu? Oh, ik zie het al. Bedankt, game, dat je me extra op wijst. We gaan gewoon zo. Hoppakee. Ja, dat bedoelde ik niet. Maar ja, goed. We ruimen de boel ook nog even op ondertussen. Even kijken, waar kunnen we omhoog? Ja... Ja. We gaan niet terug die kant op. Even kijken, waar kunnen we omhoog? Ben ik nou blind of zie ik het niet? Waarschijnlijk het tweede, maar... Goed, wat is hier allemaal? Stel je zou hier naartoe lopen, wat zou je dan denken? Dat je die kant op moet, dat zou ik denken. En dan zou ik denken dat het... Ja, hoppakee. Ik denk het zo moeilijk. Moet ik niet doen. Moet ik niet doen. Climb the chamber is helemaal goed. Even kijken. Dan kunnen we zo daarop springen. Ja, als we maar niet verder lopen. Want nu moeten we dat hele stuk opnieuw gaan springen. Nou ja, maakt niet uit. Challenge accepted. Dus we gaan gewoon door. Hop. 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 Hop, hop. We zitten nu rechtop. Geweldig. Sinterklaas, die komt uit Spanje. Daarom zijn we in Mexico. Ik klikte op dat knopje. Echt faal na faal na faal. Ik ben echt, jongens, de controls eventjes kwijt. Maar ja, dat maakt niet uit. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon doen waar we goed in zijn. En dat is gewoon een beetje hop, hop, hop. Hoppakee. Nou, zijn we weer. En deze keer... Waarom wil dat ding niet? Ik deed toch precies hetzelfde knopje als net. X plus spatie. Oké, dit is heel slecht van mij. Jongens, deze aflevering wordt wat langer dan normaal. Normaal zou de aflevering zelfs al meer dan 8 minuten geleden afgelopen zijn. Maar ja, we zitten nog midden in de hoofdmissie en ik ga niet midden in de hoofdmissie stoppen. Dat doe ik nooit, ga ik nu ook niet doen. Please. Ik zei please. Het was toch X plus spatie? Of ben ik nou gek? Waarschijnlijk het tweede. Waarom wil dat niet? Ik heb net gewoon X plus spatie gedaan. Toen wou het. Nu doe ik X plus spatie en dat wil niet. Ja, of het hoeft niet meer. Dat zou ook kunnen, hè? Want ik bedoel, dat ding is naar beneden gevallen. Is dat nu geen plek voor ons om makkelijk omhoog te komen? Volgens mij wel. Nu begrijp ik ook waarom je daar niet meer kan springen. Omdat het gewoon niet meer kan. Echt
Daniel, leer de controls weer beter kennen en doe het gewoon even wat beter. Want dit is een beetje waardeloos. Je technieken op dit moment zijn een beetje, ja, raar. Dat is echt heel wat als je jezelf raar vindt. Ja, en dat ding werkt dus wel, maar ja, dat deed ik de hele tijd. Dat is nou heel gek. Even kijken. Kunnen we achterover springen? Is dat een ding? Hoe spring je achterover? Dat is ook weer heel grappig. Jongens, echt, ik ben deze... Oh zo, aha. Echt, ik ben de controls echt een beetje kwijt, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon heel veel camerawerk. Ja, ik kan dus niet verder die kant op. Maar het is gewoon heel veel camerawerk. Het is gewoon heel veel camerawerk. Hoppakee. Heel veel camerawerk. Hop, hop, hop. Oh, dat ging ook nog maar net goed. We sloegen even dat andere ding over. Zag je dat? We sloegen even dat andere ding over. Hop, hop, hop. Oké, ik zeg tijd voor checkpoint. Maar ja, dat... zal ik wel weer wezen. Oké. Ja, zie je? Nu doe ik precies hetzelfde als net. En dat wil wel. Nou ja, please checkpoint. Ja, of gewoon volgende. Hé, we gaan de mond van die man in. We gaan de mond in. Oké. Oké, dit ziet er wel weer animus andere wereldachtig uit. Solve de puzzel in 5 moves or less. Wat voor puzzel? Hebben we een puzzel? Oh, leuk. Ja, dan moet ik wel even zien wat de puzzel is. Interact. The beam must reflect off the prisms. Ah, ik snap het al. To reach your saver. Oké. Okay. Oh, zo werkt dat. Aha, ja, ja, ja. Ik snap hem al. En we doen dit een beetje verkeerd om. Nou ja, op zich... Als die hier zou kunnen staan. We hebben hem. Hoppakee. 5 moves or less. Was puur toevallig, dit. Maar dat maakt niet uit. We hebben hem. En dat is... Dat is het ding. Oké, waar is de trap? Waar is de trap? Daar is de trap naar beneden. Ik zag hem. Evelyn. Rustig aan. Niet te snel. Maar daar is het ding. Oké, pak het ding en wegwezen hier. Oké. Hey mama, we hebben het. Yep. Do not show me. I have seen too much already. I need never lay eyes on it again. Mama, I will return to New Orleans and set everything right. Then I will send for you. My dear tenacious daughter. I want nothing more than to be close to you again. But this colony is my place now. The people here need me. Nouvelle Orléans will always be haunted. I understand. Don't worry. This will not be the last you see of me. Be careful, my child. Zullen we doen. Ah, speciaal momentje. Sequentie 6 voltooid. Return to Mexico. Oké, nou, sequentie 6 is voorbij. Dat betekent namelijk dat we naar sequentie 7 gaan. En ja. Animus Memory Notes. Having secured the second part of the prophecy disc, Evelyn travels back to New Orleans to continue her search for Vasquez. The man she believes is the company man. Oké, we gaan dus op zoek naar ene Vasquez. Doe een filmpje. 1773 New Orleans. Despite success in Chichen Itza, a bittersweet reunion awaits at home. Ik heb echt leesgebrek. Ik heb echt gebrek aan alle kanten vandaag. Taylor, new items are unlocked. Dat is vet. New items zijn altijd vet.
New items en new items en new items en heel vet. Laten we even postertjes eraf gaan scheuren. Jongens, die missie doen we een andere keer. We kunnen vandaag nog wel op een shopping spree en dat soort dingen gaan. Ik weet niet of dat nodig is. Eigenlijk. Weet ik niet. Dat is eigenlijk heel eerlijk gezegd. We kunnen vandaag op een shopping spree gaan. Maar ik weet dus niet of dat nodig is. Zullen we dat doen of zullen we dat niet doen? Kijk, hoe lang is de aflevering nu? De aflevering is ongeveer 30 minuten. Sure, why not? Why not? Dan gaan we ook meteen kijken of er zijmissies zijn. En dan sturen we ook meteen een schip die kant op. Want dan hebben we tenminste heel wat gedaan. Dan zijn we weer wat rijker. En dan is de aflevering maar gewoon wat langer. Dat vind ik in principe niet heel erg. Dat vind ik in principe echt helemaal niet erg. Ik bedoel, het is een flinke tijd geleden. Dan krijgen jullie even een iets langere aflevering. Dan kunnen we namelijk ons voorbereiden op de mogelijke zijmissie of de hoofdmissie van morgen. En zo zien we weer wat van New Orleans. Maar goed. Wat gingen we ook alweer als eerste doen? Volgens mij gingen we naar de wapen... Ja, we gingen naar de wapensmid. Dan gaan we naar de tailor. En dan gaan we... Nou, smuggler is hier niet. Nee, smuggler is hier trouwens wel. Maar dan moeten we even kijken of we geld hebben voor de smuggler. Ja, vind ik ook. Ik versta alleen niks van wat u zegt. Maar ik vind het helemaal... U heeft helemaal gelijk. Even kijken. Small weapons. Hebben we betere wapens? Even kijken. Oeh, deze. Van 24.000 EQ. Connor. Dat denk ik van Connor. Even kijken. Hebben we ook geen geld voor... En dat is slechter. Oké, dus een betere is 24.000. Jongens, ik koop geen dingen die slechter zijn. Dat is, ja, waarom zou ik daar mijn geld aan investeren? Die kunnen we doen. Oké, deze is 2 naar voren. Deze is 3 naar voren en 2 terug. Deze is veel slechter. En ja, dat kunnen we allemaal niet betalen. Ook al zou die wel heel mooi zijn. Twee erbij, twee terug. Dat zou ook heel mooi zijn. Daar hebben we ook het geld niet voor. 3 plus. Oeh. Ja. Zullen we eerst even kijken naar supplies en dat soort dingen? Want straks komen we er nog achter dat we helemaal niks kunnen bijkopen. Dat zou ook nog wel iets wezen. Waar ik mezelf voor herken. Pistols. Ja, weet je. Oh, deze is wat sterker. Deze kost 5000. Ja, hier hebben we niet genoeg geld voor. Deze is iets sterker. En wat gebruiken we meer? Ik denk... het wapen. Even kijken. Deze is 3 sterker. Deze is 2 sterker. Hebben we niet genoeg geld voor? 2 sterker. Deze is veel sterker, hebben we geen geld voor. Deze is wel mooi. Maar daar hebben we ook geen genoeg geld voor. En die is maar 1 sterker. Deze zijn 2 sterker. En dat is ongeveer even sterk. We moeten even kijken naar hoeveel plus met hoeveel min. Dit is dus 1. Jongens, ik ben echt heel langzaam met dit soort dingen. Dus vergeef me als ik er lang overheen doe. Dat was dus 1. Deze is slechter. Ja, die is beter, maar daar heb ik geen geld voor. Deze even goed. Dit is ook 1. Wil ik meer damage? Wil ik meer damage? Of wil ik... meer damage, speed en chain kills? Ik denk toch dat ik dit ga voor dit, jongens. Dan zijn we een beetje geëvend. Met dat, ja. Deze wil ik kopen. Yup. Boei. En ik zie dat we niet zo heel veel geld meer hebben. Dus ik wil sowieso even kijken... naar hoeveel dit voor ons oplevert. Even kijken hoor. Nee, ik wil niet lieven. Ik wil even kijken hoe dat ding werkt. Ah. Oh. Oké. Yay! Glitch!
Yay, we hebben een glitch gevonden, jongens. Glitch. Ja. Jongens. Ik fix deze glitch even. En dan zie ik jullie zo weer terug. Tot zo. Jongens, ben ik weer. Ik heb de boel gefixt. We zijn weer precies op het moment waar we net waren. We doen dat trade system hier toch maar mooi niet. We doen dat wel in het Assassin hoofdkwartier. Een stukje verderop. Want anders zijn er allemaal veel te gekke dingen. En daar heb ik echt geen zin in. Even naar de tailor. Misschien heeft dat, dat hij nog iets leuks. Hey, jongens, ik denk dat wij... hoe heet dat? De volgende keer gaan kijken of er zijn missies zijn. Maar als we dat vandaag gaan doen, dan wordt het echt een veel te lange aflevering. En ja, deze kunnen we nog wel even kopen. Maar wacht even. Als we lady outfits doen dan. Hè? Daar hebben we ook nog niet alles van. Slave outfits hebben we ook nog niet alles... Oh jawel. Slave outfits hebben we wel alles van. Hoedjes ook. Trade system. Ja, pouwtjes zou leuk zijn, maar laten we nu even gewoon een andere assassin outfit aantrekken. Is ook wel leuk. Dan zijn we nu in het wit. In het ivory. Oké. Leuk. Zo, dan is dit onze nieuwe kleding. We zouden nog op zich naar de smugglers kunnen gaan. Maar, ja, waar zijn de smugglers? Ja, die kan ik niet op de kaart zien natuurlijk. Jongens, ik weet dat er ook nog een smokkelaarswinkel is. Maar ik zou niet weten waar de smokkelaars zijn. Volgens mij ergens in de haven. Ik zou niet weten waar die zijn. Als we daar toevallig langskomen, dan gaan we er wel een keer iets bij kopen. Maar ik denk dat het nu beter een goed idee is om gewoon naar het Assassin hoofdkwartier te gaan. En dan de boot rond te sturen. Even kijken. Hebben we verder nog nieuwe missies of zo? Zijn missies die we nu al op de kaart kunnen zien staan? Nee. Dan gaan we naar het hoofdkwartier. Gaan we traden. En dan sluiten we de aflevering af. Want we zijn ongeveer al 40 minuten bijna bezig. Het is een hele lange aflevering. Maar ook een aflevering waar genoeg in gebeurt. Dus ja. Is het meteen even geëvenaard. Hoe ziet de voorkant er trouwens uit? Ja, ik vind dat zwarte ding toch een stuk leuker. Maar goed. Wit kan die ook wel. Goed, ik ben benieuwd wat we voor $700 kunnen doen. Waarschijnlijk niet zo heel veel. Maar als we gewoon elke dag traden, hebben we elke dag geld om mee te spelen. En nu kunnen we tenminste hiermee wat doen. Soms glitcht die. Nu niet. Waar is onze boot? Docked ships. Oh, hier is onze boot. In de villa. Oké, dan gaan we hier goods kopen. Even kijken wat kunnen we hier kopen. Buy maximum. Lijkt me wel goed. Oké, 10 goods bought. Oké, en waar kunnen we dat naartoe sturen? Send ship. En waar kunnen we dat naartoe sturen? Waar betalen ze er heel veel voor? Hier betalen ze er $1300 voor. En hier 1160. Hier, ja, wat is groter? Wat is een grotere risico? Dit kost 30%. En dit is 30% plus 10%. Nou, als dit minder procent is en meer oplevert. Nou, die is ook wel goed. 30% plus 20% plus 10%. Ja. Nee, is wel heel veel procent. Voor 220 meer. We gaan gewoon deze doen. Die is wat veiliger. Do you want to send your ship Jupiter from Seville to Boston for $1300 profit? In 23 minuten in ongeveer 30% kans. Ja, doe maar. Dat vind ik niet zo heel, veel, heel erg. Hoeveel kost een ship kopen trouwens dan? Hoeveel? 8000. 1580. Misschien moeten we een keer een schip kopen. Oké, wat heeft het meeste cargo? Hier. Maar is niet zo snel. Wat heeft veel cargo en is best wel snel? Oké, wat is dit?
Weinig cargo. Niet zo snel veel cargo. Die is heel snel, maar heel weinig cargo. Hoeveel kost die? 4000. Oh, dat is geen geld. 60, 200 cargo. 150. 60 cargo. Dan is deze wat beter. 175, 70 cargo. Oeh, die is wel leuk. De brick. Dat kost 15.000. Ja. Moeten we voor sparen, denk ik. Maar ja, goed. Dat zien we dan wel. Zien we een andere keer wel. Nou ja, goed. Jongens. Ik denk dat we gewoon de aflevering afsluiten waar we begonnen zijn. Ons schip is verstuurd. Die is er binnen 23 minuten weer. Nou, dat is ongeveer... Die zien we de volgende aflevering dus. Denk ik. Jongens, we zijn alweer bij het einde gekomen van deze aflevering. We hebben deze aflevering heel veel gezien. Een zelfmoordbrigade. We zijn naar Mexico geweest. Mama weer teruggezien. We hebben wat nieuwe wapens gekocht. We hebben ons schip. We zijn weer volledig aan het traden. We weten weer helemaal wat we willen kopen. Dat soort dingen. Allemaal heel vet. We gaan het allemaal zien. Maar, wanneer gaan we dat zien? Niet vandaag meer, jongens, want de aflevering zit erop. Jongens, morgen gaan we weer verder met Assassin's Creed Liberation HD. Morgen gaan we met eerst alle pakjes aantrekken. En gaan we kijken of er enige zuinig is bijgekomen. Verder gaan we nog kijken. Wat was dat nou weer? Oh, wacht even. Ja, ik snap dat. Die was in de haven vandaar aangekomen. Ja, oké, ik snap het. Jongens, de volgende keer gaan we dus eerst met alle pakjes in de kijken of er in New Orleans en in de Bayou dingen zijn bijgekomen. Zijn missies? Zijn er niet? Gaan we natuurlijk verder met de hoofdmissies. Verder zien jullie morgen ook nog wel wat traden waarschijnlijk, want het schip komt ook wel weer aan. Want we moeten gewoon geld hebben om ons sterk te houden, nieuwe wapens te kopen en dat soort dingen. Jongens, maar dat zien jullie allemaal morgen. Voor vandaag valt er voor mij nog maar één keer zeggen. Dus kijk zo even duimpje omhoog. Help mij mee. Help je kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Dan valt er voor mij nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei! Ah, de video is nu alweer afgelopen. En wil je nou nog wat meer zien? Jongens, dat kan. Hou het kanaal dan goed in de gaten. Of check eventjes de afspeellijsten voor de voorgaande series en de voorgaande afleveringen. Wil je nou up-to-date blijven over de nieuwste gebeurtenissen, livestreams, video's of wat dan ook? Klik dan ook even op het belletje. Dan houdt YouTube je namelijk up-to-date. Wil je naast YouTube ook nog via Twitter up-to-date worden gehouden? Volg dan ook even op Twitter.